Wildkijkers van Shinespaar zag een nieuwe aflevering van Harry Potter Generations met Rusty Rondje. Ja, zeker. We zijn er weer. We zijn eindelijk een stukje prefect voorbij. Precies. De dag dat je wist dat het zou komen was eindelijk hier. Ik heb hem ingehaald. Ja. Oké. Okay. Nee, het is eerder een dag die je nooit verwacht had dat zou gaan komen, uiteindelijk hier. Oh, is het zo? Ja. Nee, dit, je praat het wel echt beter, dit, Milan. Of dikke me, joh. Ik heb helemaal geen snoepje voor dit beest. Die moet je nog zoeken. Oh! Voor dat bissa. Voor die fijne uil. Nou ja, fijne uil. Het is een uil. Oké, dan gaan we weer wat trapje op trapje af. De plasma, maar dat heb ik nog helemaal niet. Die gaan we zo pakken. Oh, je hebt wel je snoepje. Mm-hmm. Ik zag namelijk net een spreukenboek daarbovenop. Oh ja, dan denk ik inderdaad wel dat die kans zeer aanwezig is dat de plasma is. Ja. Harry, maak gewoon dat ding open. En dan gaan we weer hoor, met de plasma. Een pumpkin pasty. Jezus. Hey. Oh, wauw. Oké, ik ben bij het laatste stukje. Brilliant, thanks Harry. Hedwig. Hedwig is Maduro. Oh, pak een boek oh. En maak hem af. Nou. Flikker hem naar beneden. Kijk, ik ben er bijna nog één stukje. Nee! Ik ben er bijna. Nog een klein stukje. Oh, kutzooi. Kutzooi. Nee. Harry, ga omhoog. Harry! You will never win this. Pom pom pom. Ah. You will never win this. Pom pom. Ah. Okay. Maar eerst deze twee vet. Koele kisten openen. Een hele mooie ketelkoek. Oh, zeer wonderbaar. Zeker zeer wonderbaar. En een pompoentaartje. Op de. Dat was not really de bedoeling, but. Oké, okay, ik ben op dezelfde plek als jij. Nee, mijn voorsprong. Je hebt afgekeken hoe je dat moet doen. Ja, natuurlijk. Hallo, wat deed jij bij mij net? Zo, dat is dat uilenkoekje. Waar is dat ding van Hedwig? Hedwig! Maar gaan we hier niet weer verrassen dat hier ineens een prefect rondloopt, hè? Ik hoop het. Ja, dat was een... deel 1 liep hier een prefect ineens. Hedwig! Hoi Hedwig! Alsjeblieft, hier is je koekje. Nou. Oh, dat ging bijna mis. Thank you, Hedwig! Nee. Dat ging bijna fout. Oh, zo jammer. Bijna is niet helemaal. En klim maar, Harry. Kom op, jongen. Je kunt het. I believe you can fly. Ondernemers 2000. Ja. Wool sneak. Oh, pak je die kistjes niet? Nee, want ik heb full health en er zitten alleen maar die dingen in. Ah. Puntaartje, et cetera. Ik heb een nieuwe... Oh. Je hebt een nieuwe wat? Een nieuwe spreuk, wou ik zeggen. Alleen, er was een boze meneer die ergens vandaan kwam. Een boze meneer? Oh jee. Ja. Een prefect, of? Oh, het is een boek. Hogwarts A History. Het is een boek! Meneer denkt een sprookjebroek, het is een Hogwarts A History.
That's locked. Oh, Harry. That's locked. Hij moet de andere deur nemen. Ja, maar ik heb helemaal niet scorch. Nee, maar die deur bedoel ik ook niet. Die. Nee, er is nog een deur. Oh, hier moet ik wel heen, blijkbaar. Oh. Ja, Harry, trouwens, drop maar gewoon. Oh, nee, waarom is dit... What the fuck is dit nou weer? Dat is de bos van de geheime bossen. Hoe kill ik hem? Niet met alle hormora. Nee. Oh, wacht, zo? Nee. Kijk of ik nog loop. Volgens mij liep het meteen goed. Mooi. Dus even kijken of ik het geheim kan vinden. Wat, heb je me nou al ingehaald? Nee, ik ben in dezelfde ruimte als jij. Oh, daar is wel een spreukenboek. Weet jij hoe dit moet? Ja, jij hebt dit natuurlijk pas nog gedaan. Auw, ik ben bijna dood. Sterker nog, ik ben dood. Ga me alsjeblieft niet vertellen dat ik alles opnieuw moet gaan doen. Ik hoop het wel. De pep ook weer. Kan iemand mij vertellen wat ik moet doen? Ja. Kan iemand mij vertellen wat ik moet doen? Nou, dus ik denk dat ik het weet, maar... Tenminste, hij reageerde net op iets wat ik deed, dus... Maar ik moet even zeker weten of het ook echt dat is. How on earth do I get out of here? Auw. Ja, ik weet het. Het is een opgelijfd Nipendo. Maar het is zo moeilijk om zijn boeken te ontwijken. En, oké. Milan, een tip. Lumos. Lumos? Ga je zo meteen nodig hebben. Oh. Want je BFF's zijn hier weer. Oh. Nou, ik weet niet. Ik hoop dat we dit... Waarom gebeurt er dan niks? Als ik... Je moet hem van voren raken. Ja, dat doe ik. Ik ben nu dood. Maar ik kan zijn dingen ook helemaal niet ontwijken. Nee, dat probleem had ik dus ook. Ik ben alweer drie kwart dood, namelijk. Oh, je hebt een boek en een geest. Mwah. Oh, wacht, even Flipendo schieten. Harry, klim omhoog alsjeblieft. Dankjewel. Oké. Oh, ja, goed zo, ja. Kom op, Harry, laatste stukje, jongen. Hey, Harry, wil jij ruilen? Ja, ik ben bij spreukenboek. Jee. Hé, hey Harry, wil jij ruilen? Nee. Nee, niet al jammer dit. Nou, eens kijken welke het is. Scorch sowieso. Yep. Het is inderdaad D-plasma. 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 Zo, en toen gingen we er vandoor. Toen gingen we de voorsprong die ik op Milan had, even terugpakken.
Ja. Ik zal weer nu. Nee, maar je hebt het niet. En wacht, waarom doe ik Lumos? Ik moet. Auw. Ik werd aangevallen door poeken. Het eng. Godverdomme, dit is fucking irritant. Uh-oh. Welke overlord is hier? Alvirus? Ja, je moet hem eigenlijk raken. Je moet vlak bij hem staan voordat je hem raakt. Want op het moment dat hij naar beneden gaat, moet jij meteen springen. Ja, wat is hier ineens aan de hand? Ik ben elke keer te vroeg. Oh, ah, geesten. Hey, een kistje. Oeh, met een ketelkoek. Nah. Hop. Hij kan niet eens springen, jongen. Wat een case. Oh, tuurlijk. En dan moet je ineens weer Defender hebben. Nee, geen kistje of zo? Nee. Robin, dan nog twee kasten. Nou, zag je wat er gebeurde? Nee. Hij sprong er gewoon naast. Oh, nee. Nee, maar dat is echt gewoon naar. Dat is echt gewoon nice trek eerste klas. Voor de mensen die het nu doorhebben, het is gelukt om een beetje hoop te krijgen om eventueel te winnen. Ik ben dood. Oh, ik hoop niet dat ik nu die hele boekenkast opnieuw moet doen. Ik vrees van wel, maar... Nee, Geest, laat mij gewoon maar rust. Of zoals Milan zegt, leave Britney alone. Inderdaad. Oh, je hebt geluk. Ik moet wel de hele doos weer verplaatsen. Ja, ik wil zeggen, ik verplaats liever die doos dan dat ik weer opnieuw tegen die boekenkast moet. Dat is waar. Wat doet kwast hier ineens? Jou in elkaar hakken. Oké, kom maar op, kwast. Ik wil zeggen, ik heb geen Malfides gezien, niks, maar... Wacht, ik heb... Wow, ik heb Expelliarmus niet aanstaan. Oké, nou kunnen we vechten. Ja joh, gewoon mallen, gewoon... Oh, auw. Ik sta achter, het gaat niet goed. Ho, ho, ho. Kwast, stop met terugvuren. Nou, ik word gewoon... Hier word ik heel boos van. Hier kan ik echt heel boos van worden. Nee. Staat 1-1. Nee. Ik heb verloren van kwast. Lekker kwast. Oké, retry. Hey, kwast, stop met... Oh, kwast, rustig. Rustig. Oké, nog één keer hitten. Beam. Hier, what the fuck? Pak dan gewoon die rand vast. Hey, kwast, was gezellig. Neem even wat haren van je mee. De groeten. Wat hoor ik hier steeds voor raar geluid? Nee, zal mijn verbeelding wel zijn. Oké, wat is hier te rustig? Ah, hier wat nu.
Hehe, Jezus. Kijk, het is hem gelukt. Lekkering. Lekkering. Nando is er gewoon bij. Ja, Nando is ook gewoon. Ja, dat is wel zonde. Flipendo. Milan, geef je een hint. Zet Expelliarmus er alvast op. Oh. Want je moet zo meteen ineens, zonder dat je het aan ziet komen, moet je tegen kwast gaan vechten. Lekker man. Dus ik waarschuw wel vast, heb in ieder geval Expelliarmus klaarstaan. En de plasma. En Flipendo. 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 Oh. Ik ben alleen wel benieuwd wat de volgende spreuk is dan die we leren. Zo, ik werd opeens aangevallen door een geest uit het nothing. Ja, die komen uit alle. Alle de plasma's komen die. Oh. Oh jee. Milan, ik zit hier waarschijnlijk weer voor 4 minuten nog vast. Nice, dan kan ik je misschien nog een soort van bijhalen. Ja, want ik mag nu teruglopen langs de prefect. Oh, wat een gunst! Wat een gunst, je wordt meteen langs de deur gezet om de piep uit te gaan. Wat een bullshit. Wat een gunst. Wat een gunst! Dat je zo wil winnen. Dat wil ik zeker. Maar trouwens, ik heb alles al wat ik nodig heb. Ik denk, ik ga nog even naar de smackyruimte, maar ik heb alles al. Blijkbaar zit er achter al die dingen een switch. Dat had ik niet gezien. Kut. Yep, en daarna komt kwast. Wat moet ik trouwens nog eens meer doen? Nee, oké. Ik moet gewoon terug naar Emeline. Hallo, Gryffindor Tower. Oh, oké, okay. Die geesten doen je ook echt gewoon damage, die hier gewoon even rond. Echt? Ja. Oh. Die geesten die daar gewoon rondzweven, ja, ze doen niet veel, maar ze doen wel iets. Wat een vuile geesten. Ja. Dat is niet geestig. Nee, dat is zeker niet geestig. Zo. En toen waren we weer terug in de leerlingenkamer van Gryffindor. Gryffindor! Waar is Hermeline? Hermeline! Vind ik het even! Vind ik het even! Maar natuurlijk Hermeline, alsjeblieft. Dank je. Oké, okay, Milan, je bent het boek gaan halen voor één zin in dat hele boek. Nice! En daar is kwast. Wat een verhuil. Inderdaad, waar kwam hij opeens vandaan? Ja, dat kan wel zijn. Het kan wel, is kwastig. Het kan wel zo zijn dat de tijd zo op is. Ja, we hebben nog een minuut. Nou, oh, verkeerde knop. Oeps, my bad. Ja, ik wil zeggen, ik heb cutscene momenteel, dus... Nah. Ik was hier net. Ik was hier toen straks ook al slecht in met. Of dus toen straks de laatste keer dat ik moest de duur leren ook al slecht in. Oh, dat was met de les van Smallheart. Oh. Ja. Kijk, hij staat er meteen weer neer. Oh. Nou, hoezo? Zo! Dat was een agressieve Flipendo! Milan, op het moment dat jij ziet dat hij Expelliarmus doet, vuur ze meteen een Flipendo af. Want op dat moment kan hij kan hem niet twee keer achter elkaar gebruiken. Oh, de tijd is op. Oh, kut. Ik wacht met hem verslaan tot de volgende aflevering.
aflevering. Ja. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En de volgende aflevering maak ik Kwast helemaal kapot. Adios, amigo.